Adolf Hitler. Hitler werd geboren in Oostenrijk, destijds toch Oostenrijk-Hongarije, maar voelde een sterke verbondenheid met Duitsland. Hij vertrok dan ook naar het toenmalige Duitse Keizerrijk. En hij vocht als soldaat mee in de Eerste Wereldoorlog. Je ziet Hitler geheel rechts op de foto. Tijdens de Eerste Wereldoorlog raakte hij gewond, vandaar dus dat hij later een lok haar steeds over zijn hoofd heen heeft vallen om het litteken te verbergen. Aan het einde van de Eerste Wereldoorlog ligt Hitler in het ziekenhuis. En hij gelooft dan ook niet dat Duitsland zich heeft overgegeven. Daar ontstaat dus de dolkstootlegende. Hij vindt dat Duitsland is verraden door zijn eigen regering. In 1923, in de putsch van München, probeert Hitler een staatsgreep te plegen. De staatsgreep mislukt echter en wordt uiteengedreven door het leger en de politie. Hitler wordt gearresteerd. In de gevangenis weet hij aan zijn toekomstplannen en schrijft hij zijn boek Mein Kampf, waarin hij eigenlijk opschrijft wat hij van plan is met Europa en de Joden. Tijdens de verkiezingen in 1933 wint de NSDAP. Von Hindenburg, de Duitse president, wordt onder druk gezet om Hitler te benoemen tot Rijkskanselier. Hitler wordt Rijkskanselier en mag dus een regering gaan vormen. Maar hij wil alle macht. Op de Rijksdagbrand van 27 februari 1933 gebruikt Hitler om alle macht te grijpen. Hij geeft de Nederlandse communist Marinus van der Lubbe de schuld. En hij kan hiermee dus de communisten uitschakelen, die ook een redelijk grote partij waren in Duitsland. Hitler krijgt toestemming om per decreet te regeren. Wat betekent dus dat hij in feite alle macht krijgt zonder dat hij eerst het parlement hoeft te raadplegen. Een van zijn eerste decreten is dan ook dat hij alle andere partijen verbiedt en dus in feite vanaf dan alle macht in handen heeft. Maar ook in zijn eigen partij ziet hij nog steeds gevaar. Het hoofd van de militaire tak van de nazi's, de SA, is Ernst Röhm, hier in het midden. Hitler vindt hem een bedreiging en tijdens de nacht van de lange messen laat hij de hele SA-top vermoorden. 25.000 mensen worden vermoord. Zo ruimt Hitler zijn laatste politieke tegenstanders uit de weg en heeft hij vanaf dan alle macht zelf in handen. Hitler begint dan aan het uitvoeren van zijn plannen en is dus eigenlijk op weg naar oorlog. Als eerste geeft hij het leger in 1936 opdracht om het Rijnland weer in te trekken en hij neemt dat in bezit. In 1938 sluit Oostenrijk zich aan bij Duitsland. Dat wordt Der Anschluss genoemd. En, zoals je eerder hebt gehad, tijdens de conferentie van München wordt besloten dat Hitler Sudetenland mag hebben. Het gebied van Tsjechië waar veel Duitsers wonen. En in 1938 neemt hij Sudetenland in bezit en in 1939 valt hij Tsjechië binnen. En ook dat wordt bij Duitsland gevoegd. Slowakije heeft dan al een regering die Hitler goedgezind is. Wanneer Hitler in 1939 ook Polen binnenvalt, grijpen de geallieerden pas in en verklaren ze Duitsland de oorlog. De Tweede Wereldoorlog is dan begonnen.